NPO Radio 1. KRO-NCRW. Carl Johan de Zwart. Met nu Spraakmakers en de Media. En die bespreken wij vanochtend met onze spraakmaker Bero Beijer, directeur van het Nederlands Filmfonds, VPRO-journalist Leonard Ornstein, en verder is hier ook aangeschoven Renzo Veenstra, de hoofdredacteur van Omroep Brabant. Ja, Renzo, jij wil het graag even hebben over Ongehoord Nederland. Want jij hebt veel opgestoken van de laatste video van de omroep in oprichting, Ongehoord Nederland. Laten we even luisteren. Vandaag zijn te gast in de buitenplaats Robert van den Broeke, medium, en in de spirit Pim Fortuyn. Welkom Robert en Pim. Hoe gaat het met jullie? Nou, met mij Robert als mens goed en als medium ook. En ik heb op dit moment verbinding met de energie van Pim. We channelen jou, Pim. Mag ik je tutoyeren? Ja, graag zelfs. Heel veel mensen gedenken je vandaag. En ik denk dat je, dat je daar ook wel mijn bij mijn dankbaarheid is zeer, zeer groot. En ik ben ontzettend blij te voelen dat toch nog zoveel mensen aan me denken. Ja, Renzo, leg even uit, want wat hoorden wij? Ik hoorde een meneer en mevrouw op slechte geluidskwaliteit praten over Pim Fortuyn. Het is werkelijk fascinerend wat je hier in de afgelopen seconden hebt horen gebeuren. Je hoorde een vrouwenstem en dat is oud-politica, VVD-politica Ibeltje. Hoe heet ze ook weer van achteren? Berkmoes, Ibeltje Berkmoes, die ooit is uitgeroepen tot minst zichtbare politicus bij de VVD. Ja, die zat op Netflix op haar kamer. Toch? Ja, precies. Die zit, die. En die zit nu bij Ongehoord Nederland, die nieuwe omroep voor de rechterkant van de samenleving. Mm-hmm. En zij maakt programma's nu op YouTube. Nou, dat is hartstikke gaaf. Hè? Je hoort vaak vanuit rechts de kritiek dat de publieke omroep te links is. Zal misschien wel een klein beetje zo zijn. Dus ja, daar is die omroep ook opgericht. Mooi initiatief. En Ibeltje heeft nu een nieuwe show die op YouTube is, waarin ze praat met, in dit geval hoorde je Robert van den Broeke. En dat is een medium, die is ooit een keer ontmaskerd als een charlatan. En die praat met Pim Fortuyn. Oké. Okay. En ik heb er eigenlijk hartelijk om gelachen, maar ik vond het tegelijkertijd ook heel erg pijnlijk en heel erg verdrietig om te zien. Want in haar vorige aflevering sprak ze met Ronald Heijster en die claimde dat het vaccineren van mensen toch ook wel één groot complot was. Mm. Want tijdens de vaccinatie werden de chips in mensen ingespoten, zodat de overheid ons kon volgen. Ja. Ik snap je, je opmerkingen erbij en je toon ook nog wel, maar waarom wil je ons dit laten horen? Nou, wat is je punt? Nou, ik vind het zo jammer dat we hebben de eeuwige discussie over de publieke omroep die te links is. Hè? Ik riep het net al even. En ik geloof dat er vast en zeker ook een kern van waarheid in zit. Journalisten zijn nou eenmaal vaker wat meer links dan rechts georiënteerd. Is dat zo? Ja. Ik denk het wel, eigenlijk. Okay. Dan hoor je daar kritiek op en dan wordt er gezegd, we moeten een tegengeluid laten horen. En de enige tegengeluiden die je hoort, dat zijn mensen als Robert Jensen, waar we het volgens mij hier ook al eens een keer over hebben gehad, en een Ongehoord Nederland die met dit soort totaal lachwekkende en ongeloofwaardige programma's komen. Ik vind dat eigenlijk... Maar we hebben toch bijvoorbeeld WNL, noem ik maar even dan. Vrolijk rechts, toch, was het? Ja, is dat nog steeds vrolijk rechts? Ik bedoel, volgens mij, zodra je bij de NPO op tv bent, dan ben je al niet meer rechts in de ogen van de rechterflank van Nederland. Kort. Kortom, het is een gemiste kans. Als je dan met een rechts antwoord komt, komt dan met een goed inhoudelijk antwoord. Leonard Ornstein, even als fortuinbiograaf. Ja, kun jij hier wat mee of niet met dit item van Ibeltje? Ja, wat mijn probleem ermee is, kijk, toen Fortuyn overleed had je Matt Herbe, die riep, ik heb een lijntje naar boven met Pim, je nog? Nou, dat soort zaken. Ook deze persoon praat weer, bij wijze van spreken, uit naam van Pim Fortuyn. En dat vind ik dus het vreemde ervan. Pim Fortuyn was iemand die zich helemaal niet op die manier liet presenteren. Dat was een hele authentieke persoonlijkheid, die over sommige dingen een linkser standpunt had en andere dingen een conservatiever standpunt misschien had. Dus ik vind dat vreemde van Fortuyn daarin en het claimen, dat vind ik eigenlijk heel vreemd in dit verhaal. Plus dat het nogal fake is. En nogal, zoals mijn collega zegt, nogal veel onzin in zit. En daar moet je mee oppassen. En mensen gaan daar dan ook in geloven. Maar aan de andere kant kondigen ze keurig aan bij het begin. Jij denkt dat mensen hier ook echt in gaan geloven? Nou, dat is natuurlijk het probleem. Dat zie je ook bij Trump als hij zegt van slik een beetje bleekmiddel en dan komt hij van corona af. Aan de andere kant vind ik wel, die mevrouw kondigt het eerst heel
precies keurig netjes aan. Ja. Dus ze zegt ook van, we zijn dit medium, er is een verbinding mee. Dus ja, je moet het niet te serieus nemen. Maar mensen die het wel heel serieus gaan nemen, die denken dat ze Fortuyn horen, schrikken hier misschien. Ja, Wereld Beijer, de vraag is natuurlijk ook, moeten we Ongehoord Nederland serieus nemen of niet? Nou, als je dit weet zo je wat hoort, ik het bizarre vind? Het is zo tekenend voor deze tijd, waarin zeg maar de persiflages van, noem maar een Stephen Colbert, die vroeger een show had waarin die een persiflage van een rechtse politicus speelde, de werkelijkheid bleek erger. Mm-hmm. Als je de berichten leest van De Speld, of de bericht van die Onion, of dat soort ironische, satirische dingen, die zijn ingehaald door de werkelijkheid. Hoe kan je dit segment in de hemelsnaam serieus nemen? Het zou heel geestig zijn als het zo bedoeld was. Ja, maar je zegt, feit hoe is, zou je het serieus kunnen nemen? Maar kijk eens naar de reacties. Is dat mensen het serieus zijn. Dus dat is het ergste van die tijd. Ik vind dat dat een nog groter probleem is dan wanneer is iets rechts of links of, want het zijn al nieuwe termen die we nodig hebben. Maar mensen geloven erin. Dus dat stuk vind ik extreem bizar en wat mij betreft... En dus moeten we er ook aandacht aan besteden of niet? We moeten ons van bewust zijn dat het zo werkt. Als we ons er niet van bewust zijn, het gaat effect hebben voor hoe jij je show maakt. Het gaat effect hebben voor mensen hoe ze op Facebook kijken. We geloven het. We focussen daarop. We nemen dat mee. Ja hoor, we hebben het er in je over. Dus het is een serieuze zaak geworden. Ja, en mensen gaan nu met z'n allen naar Ongehoord Nederland kijken. Ja. En nou, denk je? Nou, je bent een populair programma. Natuurlijk gaan we dat doen. Ja. Ik had er ook nog niet gehoord. Ik ga straks dat dingetje kijken. Ga ik even lachen en daarna ga ik heel hard huilen. Maar jij trapt er niet in. En dat is het probleem. Er zijn heel veel mensen die er wel misschien in gaan geloven. Zoals je in Amerika dus ook ziet met dat bleek met corona, wat ik al zei, waar zelfmoorden door zijn gekomen. Nou ja, dat vind ik verontrustend. En dat kan ook met zo'n medium als dit zijn. Maar je had toch ooit het medium Char en andere, en andere onzin dingen. Nou, onzin... spirituele dingen waar mensen niet in geloofden. Het is een industrie, hè? Het is een angstindustrie. Ja, het is een industrie. Leonard Ornstein, jij bent ongelukkig met een stuk van EU-ambassadeurs in de China Daily. Ik wist niet dat jij die las, maar waarom ben je daar zo ontevreden over? Als journalist moet je alles volgen. Dat blijkt. Nee, de China Daily heeft, dat heb ik in de Nederlandse kranten gelezen, een artikel geplaatst van de Europese Unie, waar een opinieartikel. En daarin wordt allerlei kritiek op de mensenrechten situatie in China, duurzaamheid, milieu. Mm-hmm. En daar wilde de Europese Unie ook een zinnetje in hebben dat het coronavirus van oorsprong uit China komt. Ja. Nou, zeiden de Chinezen, willen jullie dit opinieartikel plaatsen, dan mag dat allemaal. Maar dan moet dat zinnetje eruit. Mm. En ik denk, nou ja, de Chinezen lezen dat artikel en denken, ja, daar heb je die Europeanen weer met hun mensenrechten en weet ik veel wat. Mm-hmm. Maar ik denk ook juist dat dat ene zinnetje heel belangrijk is van dat virus komt uit China. China probeert alles om dat nu onder het tapijt te stoppen, wat ik heel vervelend en jammer vind. Die wil eigenlijk ontkennen dat het virus daar vandaan komt. En wat zegt Europa, nou, daar gaan we wel mee akkoord, maar met de grootst mogelijke tegenzin. En toen moest ik even denken aan de woorden die ik maandagavond in het gesprek hoorde van Frans Timmermans, die een groot pleidooi deed, principieel pleidooi voor vrijheid, vrijheid van meningsuiting en andere bij Sander van Hoorn, onze collega. En dan denk ik, nee, een beetje zwanger kan niet. Een beetje persvrijheid kan niet. Het is een opinieartikel wat je plaatst in de China Daily. Dan moet je ook kunnen zeggen wat je wil. En dan moet je niet dit soort halfslachtige compromissen maken. Nee, dus die EU-ambassadeurs hadden daar nooit akkoord mee moeten gaan. In mijn ogen ook nooit niet omwille van de handelsbelangen. Want er staat nogal wat op het spel natuurlijk. Er staat heel veel op het spel. Maar dit is echt iets van een principe. Als je een opinieartikel schrijft namens Europa. Mm-hmm. En ons etiketje is al dat we natuurlijk die vrijheid van meningsuiting tot het uiterste willen verdedigen. Ook trouwens in lijn met Pim Fortuyn. Dan denk ik dat je daar geen concessie aan moet doen. En op zo'n moment de streep had moeten trekken. Mm-hmm. En dat had ook in mijn ogen tot het hoogste niveau van Europa moeten doorklinken. En dat kun je gewoon niet doen. Nee. Wereld Beijer, sta jij er ook zo principieel in als Leonard? Jazeker. Ik denk dat de problematiek over lof aan de ene kant voor China reageerde sneller dan de VS. Het feit teniet lijkt te doen dat het wel degelijk daar begonnen is. Die wet markets en de manier waarop dat gedaan is. Mm-hmm. Het is echt geen verrassing dat het nu terugkomt. Alsof het toen niet een paar jaar geleden precies hetzelfde probleem was. Hey, verrek, al die beesten bij elkaar, die slachten we boven elkaar enzovoorts. Natuurlijk gaat maar het alleen opleveren. Moeten die EU-ambassadeurs vervolgens dan toch een beetje hun keutel intrekken onder druk van China? Of moet je daar natuurlijk nooit mee akkoord?
gaan? Waar sta jij daarin? Nou, diplomatie is een hoge kunst. Dat speelt nogal wat namelijk. Daar zitten soms moet je manieren op een andere manier doen dan daar. Dus ik kan me voorstellen dat er soms grotere doelen te bereiken zijn. Maar ik ben het met Leonard eens. Als je principieel niet iets gaat doen, dan verander je ook geen donder. Nee. Enzo Veenstra? Ja, dit is diplomatie die de journalistiek aan het raken is op dit moment. Ja, daar zie je twee verschillende werelden die bij elkaar komen. En binnen de diplomatie is dit heel normaal volgens mij dat je geeft en neemt. En binnen de journalistiek is dat niet. Dus dat is het opmerkelijke van dit verhaal. Ja, maar goed, dit is natuurlijk ook met op de achtergrond, of misschien wel op de voorgrond, de onderhandelingen tussen China en Amerika, hè, die ook weer natuurlijk hervat zijn over die handelsoorlog. En om dat een beetje glad te strijken, daar zit weer wat beweging in. Daar moet Europa moet dan ook weer wat doen, Leonard. Ja, maar dit is een opinie. En hier wil je China ook duidelijk maken van je kunt niet ontkennen dat het bij jullie begonnen is. Dat proberen ze wel. We horen het van onze collega-journalisten dat ze op het ogenblik onder ongelooflijke druk staan. Ook de correspondenten. We hebben ook het verhaal van Ruben Terlouw in de NRC een paar weken geleden gelezen. Ja. We de kunnen VPR-man hier geen concessies China. Aan doen. Dit is ook ons handelsmerk als het ware. En de wereld wordt ook beter van die vrijheid van meningsuiting. En dat weten de Chinezen ook. Ja. Punt gemaakt, Leonard. Wekenlang ging veel media-aandacht uit naar Brabant. De provincie die natuurlijk het zwaarst getroffen was door corona. En de provincie waarvan Enzo Veenstra de regionale omroep bestiert. De afgelopen week lukte het de provincie weer om alle landelijke aandacht op zich te vestigen. En ditmaal met de vorming van een omstreden provinciecoalitie met CDA, VVD, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie. Leonard, waarom is de vorming van een coalitie in een provincie landelijk nieuws volgens jou? Daar zit een geschiedenis achter. En dat komt omdat het CDA hier een sleutelrol in speelt. En zoals we weten in 2012, eerst in 2010 ging het CDA na veel tumult akkoord. In 2012... Met de PVV, PVV, een partij die in hetzelfde spectrum zit als Forum voor Democratie, na nogal wat uitspraken van Thierry Baudet. En toen is het CDA er heel verdeeld over geweest, met name Heers Ballin. En toen heeft het CDA gekozen om eruit te stappen. Toen heeft het CDA bij monden van zijn fractieleider gezegd: nou, nooit, hè, dat is Sybrand Buma, nooit weer dit. Dit moeten we niet nog een keer doen. En wat zie je? Ze staan weer voor dit dilemma en ze kiezen wel om deze koers te varen. Op zichzelf vind ik dat je als journalist daar heel open en eerlijk naar moet kijken. Dus ik begrijp heel goed dat dat meer en interessanter nieuws is op het ogenblik dan als er in Friesland tussen GroenLinks en de PvdA en weet ik wat, D66 en het CDA een coalitie gevormd zou worden. Dus ik vind het wel echt een rol van de journalistiek om daar naar te kijken. Om daar landelijk aandacht aan te besteden. En aan daar deze regionale zeker kwestie. Veel landelijk. Want dit gaat om een principiële keuze. En zoals we weten, straks hebben we over een jaar Tweede Kamerverkiezingen. Die hebben we al gehad. Ja. En dan krijgen we weer precies hetzelfde dilemma op ons bordje. En ja, wat zei onze vicepremier De Jonge? Die zei, ja, dit is Brabant en dit is niet de landelijke politiek. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat altijd heel snel weer flauwkul blijkt te zijn. En dan wordt het wel weer de landelijke politiek. Want dit dilemma kan als Forum voor Democratie volgend jaar heel groot mocht worden, een groot thema worden. En even met de resultaten van het verleden nog in gedachten, is dit wel degelijk een landelijke kwestie ook wat jou betreft? Het is heel goed dat men daar zoveel aandacht in Brabant aan besteed. Ja. Renzo Veenstra, begrijp jij dat er boven de Moerdijk ook aandacht is voor deze Brabantse perikelen? Zeker, want Brabant is de mooiste en de beste provincie van Nederland natuurlijk. Maar zonder gekheid, nee. Beetje stikstof. Ja, tuurlijk. En de varkens en het begin van de coronacrisis in Nederland. Nee, ik begrijp dat. Maar ik begrijp dat wel vanuit een ander perspectief. Kijk, de Brabanders kijken vooral naar dit verhaal omdat dit eigenlijk al maanden geleden is begonnen. Hè? Met een college wat uit elkaar viel. Boeren die het provinciehuis hebben geblokkeerd en hebben gezegd, zo kan dat niet langer. Een forum wat helemaal eigenlijk nog geen zichtbare kandidaten had na de verkiezingen. Dus voor ons is dit een verhaal waarin we niet landelijk kijken, maar vooral naar de Brabantse gevolgen. Dat snap ik, ja. En hoe hebben jullie daar, wat was de toon van de berichtgeving? Heel neutraal. Gewoon volledig neutraal. En wel heel kritisch. Hè. Wat is neutraal dan in dit geval? Gewoon verslag doen van wat er is. Een van de dingen gisteren werden de leden gepresenteerd. Dat was een stream van de provincie. Die hebben we ook gewoon doorgezet, zodat mensen die konden bekijken. Met over in beeld een ticker van dit is een stream van de provincie. Mensen willen in Brabant graag weten wat er aan de hand is. Dat doen we wel kritisch. En we visten volgens mij als eerste medium eruit dat er bijvoorbeeld geen gedeputeerde voor cultuur meer is. Dat hadden de andere kranten nog niet gezien. Dus we blijven kritisch, maar we doen het wel neutraal. Ja, hoe blijf je kritisch dan? En neutraal tegelijk? Nou, als het gaat om die cultuur bijvoorbeeld? Door de vinger op de zere plek te leggen en te zeggen van, goh, hey, waar is die cultuurgedeputeerde die we altijd hadden? Ja, het heet nu Vrije Tijd, hè? Ja, zoiets. Brabant. Ja.
Dat is wel een hard gelach bij Robijer, denk ik. Of niet? Ja, ik kijk dat met ledenogen aan. Ik denk dat er zelfs een parallel te trekken is met het onderwerp wat we hiervoor hadden, over dat we te snel in onzin en populistische kreterij geloven. En ik denk dat onderdelen daarvan hun weg vinden in de politiek, zowel regionaal als landelijk. Ik denk dat we daar straks een hard gelach voor gaan betalen. En dat we een aantal van die grote thema's die ons juist verbinden, landelijke stikstofproblematiek, maar ook dus ook cultuur, dus ook zinnigheid over wat het betekent om een volwassen maatschappij te zijn, dat we die te snel uit het oog verliezen door korte termijn constructies te bedenken waar we straks een vette rekening voor krijgen. Ja, ik snap dat jouw hart daar ligt. Hè? We horen net de twee andere heren hier aan tafel zeggen, ja, je moet kritisch zijn, maar toch ook wel neutraal. Hè? Want bovendien Forum voor Democratie heeft een democratisch mandaat, dat kun je rustig zeggen. Hoe sta jij daar eigenlijk in als, ik zeg maar even toch, cultuurpaus en met het hart in die sector? En er gebeurt dit, maar tegelijkertijd wil je als burger toch ook wel op een beetje objectieve manier bediend worden. Nou, dat neutrale verslaggeving is een hoog goed, dus daar sta ik helemaal achter. Dat moet je vooral doen. Dus en dat er ruimte is voor debat over zin en onzin die daarop zou kunnen volgen, dat is des te beter. Maar ja, je zal mij nooit horen dat er niet een principiële waarde moet zijn voor dat wat ons als maatschappij verbindt. En cultuur in de brede zin is daar bij uitstek de uiting voor. Is het medium, de manier waarop we überhaupt tot elkaar vinden en het kunnen hebben, ook emotioneel, over de dingen die ons echt bewegen. Ja. Dat is vrije uiting, dat is zeg maar kunstzinnige neutraliteit. En dat is dus het laatste wat je terzijde moet schuiven. Ja. Nee, dat snap ik, dat is inhoudelijk wat je vindt, maar vind je dat de berichtgeving over de vorming van deze coalitie en de veren die gelaten zijn, dus namelijk het opheffen van het departement cultuur, zeg maar even, de portefeuille cultuur, en die dan plaatsmaakt voor vrije tijd. Vind jij dat iets wat je in de berichtgeving, dat kritisch benaderd moet worden, of zit je dan als toch te wachten op een wat... Nee hoor, ik denk dat het een terechte insteek is om het neutraal te benaderen. Okay. Maar dat is maar stap 1. Ja. Ik denk dat dan de reactie op die neutrale berichtgeving... Ja, die moet van mensen als jij komen. Ja, die mag feller. Die mag zijn, jongens, wat is dit voor gekkigheid? Zullen we dat eens even anders oppakken? Of hebben we dit wel op de radar? En hoe krijgen we dan die doelen voor elkaar? Dat is volgend op de neutrale berichtgeving. Maak je de berichtgeving te gekleurd, dan ondergraaf je dat debat. Uiteindelijk, ja precies. Dan maai je het gras voor de voeten weg. Renzo Veenstra, ik zat even te denken nog over het afschaffen van cultuur. Zijn jullie eigenlijk... Zeg dat nooit meer zo. Zeg verschrikkelijk. Ja, ouwe. Dat kan niet eens. Herhaal die zin nooit meer. Nee, dat blijft er altijd over het anders aanpakken van cultuur op zijn hoogst. Ja, precies. Maar het doet door het vrije tijd te noemen. Ja, verschrikkelijk. Er is zo ontzettend veel talent in Brabant. Er is zoveel moois. Maar Renzo Veenstra, zijn jullie afhankelijk van budgetair gezien? Al zouden we dat zijn, Carl-Johan, dan blijven we nog steeds kritisch. Maar dat zijn we niet, hè? Want dat provinciefonds waar ooit de regionale omroepen uit werden betaald, is overgegeven naar Den Haag, hè, ten tijde van Sander Dekker. Dus dat zijn we niet. Geld komt bij. Overigens, ja, we hebben overigens wel een uitstekende band met de provincie. Ja. We gaan naar het fenomeen Bregman. Een jongeman uit Utrecht gaat de wereld over. Deze week is de cover van Time gewijd aan een opiniestuk van Rutger Bregman. Die betoogt dat dit het moment is om de economie te hervormen. Ondertussen vliegt zijn jongste boek, De meeste mensen deugen, nog steeds de winkels uit. Rutger Bregman is een fenomeen, zo langzamerhand. Althans, dat is jouw enige tijd. Misschien wel. Renzo Veenstra, wat is volgens jou de kracht van Rutger Bregman, om daar maar eens te beginnen? Ja, jeetje, dat werd mij vanmorgen ook al even gevraagd. Ik zit niet heel erg in Rutger Bregman. Misschien ben ik wel de laatste Nederlander die zijn laatste boek niet heeft gelezen. Maar wat ik me erbij kan voorstellen is dat Rutger is natuurlijk wel een self-made man. Hij ziet er goed uit. Hij heeft in een internettijdperk zichzelf groot gemaakt. En hij heeft een ongelooflijk positieve kijk op de wereld. Ja, wat zit je te lachen, Wereld bij, hè? Nou, ik vind het heel grappig dat er meteen een link is tussen, zeg maar, de inhoudelijkheid en de oppervlakkigheid. Hij ziet er goed uit, dus hij kan zich goed presenteren. Ja, dat werkt in de media en daar is hij veel zichtbaar. Leonard Ornstein, jij hebt in de kerstvakantie zijn boek gelezen. Stemde jou dat inderdaad positief? Nou ja, ik vond het een mooi boek, maar ik heb ook wel kritische opmerkingen bij hem. Hè. De meeste mensen deugen een nieuwe geschiedenis van de mens. Dat was zijn boek. Daarvoor heeft hij een boek over gratis geld, heette dat. Nou, ik geloof wel sowieso niet in gratis. En dat is iets waarvan ik denk, dat kenmerkt hem ook wel een beetje. Hij heeft toch een beetje ook iets van een dominee die ons een beetje zo moralistisch toespreekt. Ja, maar dat kan een enorme functie hebben, toch? Dat kan een enorme functie hebben.
Maar ik denk ook wel van ja, de alternatieven. Wat voor alternatieven komt hij nou steeds mee? En daar heb ik wel eens vraagtekens bij. We leven toch in een behoorlijk harde wereld. We hoorden net al die mensen over wat een ellende er met de huurverhoging is. Kijk, er moet, ja, het klinkt wel een beetje hard misschien, maar er moet ook een beetje nog geld verdiend worden. En hij pleit dan bijvoorbeeld bij gratis geld voor een basisinkomen. Ja. Dat is allemaal wel heel mooi. Vind je wel, niet realistisch genoeg? Ja, niet realistisch genoeg. Ik vind aan de andere kant wel weer mooi hoe hij de elite uitdaagt. Hoe hij zegt, het gaat niet om filantropie. Hè, dat zei hij in Davos met al die topondernemers. Ja. Ja, precies. Maar betaal eens een keer uw belasting. Maar ik wil dan ook precies horen van hoe, als we die duurzame wereld willen hebben, hoe kunnen we daar dan ook geld mee verdienen? Want dat is echt een groot vraagstuk. Maar is hij er niet meer dan voor de discussie aanzwengelen en voor de vragen en wat minder voor de antwoorden? Dat doet hij natuurlijk meesterlijk. Ja. En daar is hij heel succesvol in. En maandenlang nummer 1 op de boeken, top 60 en weet ik wat. Maar je mag van iemand die, en wat is het mooie, dominee bedoel ik, het is een beetje David tegen Goliath. Ja. Dat vinden mensen mooi, daardoor spreekt hij ontzettend aan. Ja, dat doet hij handig. Ik wil namelijk even naar een fragmentje. Hij weet soms te provoceren. Nadat hij vorig jaar, je zei het al, in Davos de vloer had aangeveegd met liefdadigheid, werd hij uitgenodigd bij de rechts-Amerikaanse talkshow-host Tucker Carlson. You've been part of the Cato Institute, right? You've been a senior fellow there for years. You've been taking their dirty money. They're funded by Koch billionaires, you know? Wait, why don't you tell me how it does work? Well, it works by you taking their dirty money. It's as easy as that. I mean, you are a millionaire funded by billionaires. That's what you are. Why don't you go f*** yourself, you tiny brain, and I hope this gets picked up, because you're a moron. I tried to give you a hearing, but you were too annoying for me. You can't handle the criticism, can you? Ja, Carlson heeft het niet behaagd om dit toen uit te zenden. Bregman deelde dat zelf en trok natuurlijk miljoenen kliks meteen. Dat doet hij wel handig, toch? Ja, hij doet dat ontzettend goed. En nogmaals, hij is iemand die ook een heel goed voorkomen heeft. Dat niet het imago van een hipster, maar zich wel styleert. Hm. Maar nogmaals, maar wat ik echt zelf heel belangrijk vind, is dat hij ook met ideeën komt hoe het dan anders moet in de wereld. En het niet bij uitdagen alleen haalt. Maar je kan ook zeggen, het is zijn rol om dat te doen. Maar we mogen van hem ook verwachten dat hij nu de komende jaren met boeken komt, hoe we de wereld inhoudelijk gaan verbeteren. Boter bij de vis heet dat dan, toch? Ja, ik ben misschien wat realistischer, maar ik denk ook aan al die mensen die nu hun baan verliezen, die miljoenen werklozen, wat we vanmorgen ook weer in de krant lazen. Maar dat hij de excessen van de miljardairs aanpakt, daar kan ik op zichzelf dan wel in vinden, ja. Dat is een punt voor hem dan weer. Dankjewel, Leonard. En binnengekomen is inmiddels Leonard van Dijk. Goedemorgen, Leonard. Goedemorgen. Van harte welkom. Ja, het is tijd voor de taal. En het is nog steeds corona voor en corona wat de taal betreft. Ik wil er één woord even uitlichten. Het moet de apotheose van de hele crisis worden, maar het duurt nog wel even. Het kabinet waarschuwt geen grote evenementen met publiek tot er een vaccin is tegen het coronavirus. Tot er een vaccin is, zullen we met elkaar extra moeten omzien naar onze ouderen, naar onze mensen met een beperking, naar onze chronisch zieken. Testen en het traceren van een coronabesmetting is de kern van de coronastrategie van het kabinet tot er een vaccin is. Ja, vaccin wordt wereldwijd hard aangewerkt om het te maken. Het komt uit het Frans, dat woord vaccin. In het Nederlands zou je het entstof kunnen noemen. Ent met een T, hè, maar met een D kan ook. Want als het er is, komt er een ent aan deze corona-ellende. Maar goed, uit het Frans dus. Begin 19e eeuw belandde het in de Nederlandse media. Omdat er in Frankrijk werd geëxperimenteerd met een entstof tegen koepokken. En koepokken is in het Frans vaccin. Of eigenlijk was vaccin een verkorting van variolevaccin, wat pokken van een koe betekent. Dus letterlijk betekent vaccin dus gewoon van koeien. Lavage is bijvoorbeeld ook van afgeleid. Hè? Later kreeg vaccin een bredere betekenis. Dus die gaat veel verder dan het bestrijden van koepokken alleen. Dan wil ik graag aandacht voor een bijzonder taalfenomeen dat te pas, maar eerlijk gezegd vooral te onpas wordt gebruikt. Eerst maar te onpas. Popjournalist Atze de Vries sprak gisteren bij de Koen en Sander Show op Radio 538 over de toekomst van de poppodia. Nou, ik denk eerlijk gezegd niet dat de regering geneigd is om daar heel snel naar te luisteren. Maar ik denk wel dat het goed is om na te denken. Want ik zie het eerlijk gezegd ook niet gebeuren met 1,5 meter. Ja, het ging mij om eerlijk gezegd of varianten daarvan. Eerlijkheid gebied te zeggen, we zijn nog midden in de gezondheidscrisis. En nu blijft dat in alle eerlijkheid natuurlijk enigszins raden.
Ja, als je erop gaat letten, dan hoor je het heel vaak. We doen het allemaal waarschijnlijk zelf ook wel. Het lijkt alsof je het liefst een sociaal wenselijk antwoord wil geven, maar het toch niet doet. Bijvoorbeeld, Carl-Johan, als ik vraag, wat vind je van mijn nieuwe coronacapsel? Ja, ja, precies. Dan kun je zeggen, in alle eerlijkheid? Ik vind het, ja, precies. Eerlijk gezegd vind ik het niet zo mooi. Hartstikke leuk. Ja, oh, dank je. Nou, het kan worden, vaak worden weggelaten, maar hoort ook wel weer bij onze spreektaal. In de meeste gevallen wordt het te onpas gebruikt, zoals je net hoorde. Maar ook te pas, gisteren in Wow Today op NPO Radio 2. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het vertrouwen in de coronamaatregelen hoog is, maar dat we het wel steeds lastiger vinden om het ook allemaal na te leven. Herken je dat? Dat je misschien af en toe ietsje soepeler omgaat met bepaalde regels? Als ik heel eerlijk ben, ik echt niet. Ja, hij vertelt het zo dat je al kunt invullen wat hij gaat zeggen. Namelijk dat je ook af en toe stiekem de regels een beetje overtreedt. En dat komt doordat hij begint met, als ik heel eerlijk ben, dan denk je, er komt nu een sociaal onwenselijk antwoord. Maar hij zet je op het verkeerde been, want hij houdt zich wel netjes aan de regels. En in dit geval is het dus te pas gebruikt, want als grapje. Ik heb er nog één. Die was op Bevrijdingsdag te zien in het NOS-journaal, dat in Leeuwarden straatinterviews hield over de festiviteiten die allemaal afgelast waren. En ja, ik hoop dat er snel een eind aan komt. Daar ben ik wel eerlijk in. Ja, dat je niet denkt dat hij het niet meent, hè? In de media wordt de hele dag door taal gebruikt en die taal zit vol met spreekwoorden, uitdrukkingen, gezegdes en metaforen. Wij van het taalteam proberen daar dan iets grappigs mee te doen, maar soms is dat niet nodig en doen de gebruikers het per ongeluk zelf. Immunoloog Carla Peters bijvoorbeeld in Dit is de Dag. Ja, ik heb mezelf laten vertellen dat we van u ook gewoon weer handen mogen geven. Ja. Dat zou ik, daar ben ik wel voorstander van. Maar dan dragen we toch dat virus over, hebben we nou net geleerd met elkaar. Nou, als je regelmatig handen wast, is er niks aan de hand. Ja, dat is waar. He? Lag natuurlijk voor de hand. Maar het is toch een mooie tip die ze ons aan de hand doet. Nog een voorbeeld. Hoteleigenaar Martin van Bourgogne vertelde aan Astrid Joost in Out of the Box op deze zender over een creatieve manier om zijn klanten lekker uit eten te laten gaan. Namelijk op de hotelkamer. Maar het is natuurlijk niet zo druk als normaal. Kijk, over het algemeen, de meeste gasten die wij ontvangen, die komen ook uit Noord-Holland. En die komen niet van ver weg. Überhaupt Duitse gasten helemaal al niet. Ja, deze Martin van Bourgogne was lekker bezig. Wat moet je horen wat hij nog meer zei? Kijk, we mogen blij zijn dat we al ten eerste gesteund worden door de overheid. Ten tweede dat we open mogen. Ja, dan ga ik niet de kat op het spek binden en iets aanbieden wat niet mag. Ja, de kat op het spek binden. Dat is ook waar, dacht ik. Maar toch niet. Je mag in Nederland geen katten en honden slachten. Maar het eten ervan is niet strafbaar. Dus deze hoteleigenaar mag dus wel degelijk de kat op het spek binden en serveren. In Amerika is het trouwens niet toegestaan. Daar is sinds 2 jaar het eten van kat en hond verboden. Al wordt er wel een uitzondering gemaakt voor de hotdog natuurlijk. Als je in Amerika toch hond of kat eet, kan je een boete tot $5,000 krijgen. Dus dan heb je meteen een kater. Dan heb ik tenslotte nog een etje. Dat gaat naar Ongehoor Nederland. Jullie hadden het er net ook al over. Het medium dat contact had met Pim Fortuyn. Hè? Ja. Ongehoor Nederland is opgericht om het rechtse geluid in de media te krijgen. Het etje luidt. Het Ongehoor Nederland. Jullie weten toch dat het meervoud van medium in dit geval mediums is. In alle eerlijkheid, Lennart. Dank je wel. En ook bedankt Lennart Ornstein en Renzo Veenstra. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. We praten zo verder met onze spraakmaker van...